Het initiatief om Police Award Night te organiseren komt van mij. Agenten doen heel veel werk, zetten hun leven op het spel en niemand kijkt naar ze om. Als het misgaat, zijn ze met ontslag, opgesloten of moeten we ze gaan begraven. En niemand kijkt naar ze om. De goede dingen worden niet belicht. Er moet iets komen waarbij we de mensen, de werkers waarderen. Niet wanneer ze dood zijn, gaan we dan allerlei dingen zeggen. Laten we ze waarderen. We hebben afgelopen jaar een geval gehad waarbij een agent bijna is doodgekapt. Moest rennen voor zijn leven. En ondanks dat was hij toch niet veilig. Uiteindelijk zou hij zijn vuurwapen hanteren. Voor zo'n geval gaan we het erop zetten, ja. Laat van mogelijk worden uit meneer de Bosch. Het zou 1000 worden. Ik heb 5000 assembly. Daar zijn er ook beelden vertoond van twee agenten. Die naar een geval gaan. Eenvoudig geval als die een paar scholieren ze drinken bier daar. Met een paar volwassenen. Volgend moment moest de ene vechten voor zijn leven. De wurggriep gehouden daar. Slagen moeten incasseren. Die heeft harte geschild of hij was er ook niet. Beide zouden doodgeschoten kunnen worden. Dat is 1000 assembly. Dat is nou het politiewerk. Ik heb het gedaan, ik weet waarover ik praat. Daarom heb ik ze hier uitgenodigd om iets extra's aan ze te geven. Bovenop wat ze van het korps gehad hebben. Dit alles, met dat wat ze gaan krijgen straks, komt uit mijn zak. Dus niemand hoeft dingen te gaan zoeken om straks te gaan schrijven. Kijk, comptabele regels, dit en dat. Dit is mijn geld. Dit is mijn geld. Duizend SMB. Duizend SMB. Police Award Night. Het is niet zomaar gekomen ook. Ik ben zelf slachtoffer geworden toen ik in dienst was bij KPS. En het heeft een hartje geschild of ik was doodgeschoten. Het begon allemaal met de ontwapening van een agent van de MSD. En met dat wapen heeft hij die beroving gepleegd bij die service station. Daarna zijn we gaan opsporen. Met hetzelfde wapen, dus we zijn geschoten geworden met onze eigen wapen. Gangster doodgeschoten. 3 juni 1996. Maar het kan ook hebben gestaan, 2 agenten doodgeschoten. 4 juni stond er weer in de ware tijd. Gewoon de politieman naar huis. Belfort raakte gewoon aan zijn schouder toen hij samen met andere agenten van het A-team die zich schuil hield in een woning de Ramgulaweg wilde arresteren. Minder fortuinlijk is zijn collega die aan 1 oog gewond raakte dat hierdoor waarschijnlijk gelicht moet worden. Zondagavond werd hij in elk geval geopereerd. Ene man moest naar het buitenland, oog kapot geschoten. Dus dit gedeelte is er niet meer, hè? Dit is oogkas. Het is gewoon kapot geschoten. Die kogel kwam dwars hier en hier eruit. Vandaag de dag is hij afgekeurd. Je moet het doen met taxiritten. Niemand kijkt naar hem om. Dus Police Award Night is mijn initiatief geweest. Weet hoe hij naar het buitenland is geweest? Het bedrijfsleven heeft geld ingezameld. SLM heeft een ticket beschikbaar gesteld. Meneer Max Manahing, die Shell Service Station van hem, die beroofd is geworden door die man die ons heeft geschoten,
Hij heeft met vrienden geld ingezameld om die ene agent naar het buitenland te sturen. Stil was het bij de minister. Stil was het bij de commissaris. Stil was het bij de korpschef. Dat is me bijgebleven. Want daar toen ik minister werd, heb ik gezegd, direct aanpakken. Dit ding. En je ziet, het is een groot succes geworden.